Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, de Nederlandse Sportboekenclub, Albasijn en Asta Casino. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ADO Den Haag meer dan voetbal. Het programma dat aandacht schenkt aan sportieve, maatschappelijke en commerciële activiteiten van ADO Den Haag. En wat zit er in de aflevering van deze week? Een reportage van het ondernemersontbijt van de businessclub van ADO Den Haag. Met onder andere een gesprek met de man die op de vroege ochtend de voetbalquiz leidde, Jack Spijkerman. Maar ook testen we na de quiz bij het ontbijt of de kennis was blijven hangen bij enkele businessleden. ADO's shirtsponsor Basic Fit opende op dinsdag 10 maart de zesde vestiging in de regio Den Haag. Trainer Henk Vrezer verrichtte met captain Roland Alberg de officiële opening. Een groot deel van de selectie was ook present, dus werd het voor de jeugd een geweldige meet and greet. ADO Den Haag staat de laatste weken weer volop in het nieuws. Niet altijd even positief na het opstappen van algemeen directeur Maarten Fontijn. De zaken worden momenteel waargenomen door Jan-Willem Wicht, lid van de Raad van Commissarissen, die momenteel nog maar uit 3 personen bestaat. Tijd voor een uitgebreid gesprek met Wicht. Maar we gaan beginnen met het ondernemersontbijt, een nieuw ondernemersontbijt van de businessclub van ADO Den Haag. En op die vroege ochtend was voor een quiz naar het Kyocera Stadion gekomen niemand minder dan Jack Spijkerman. Kijkt u naar wat sfeerbeelden van cameraman Fred Wolters en we hadden ook nog een gesprek met Jack Spijkerman. Wat was de laatste club van Sjaak Polak in het Nederlands betaald voetbal? Was dat 1. BV Veendam, een club die niet meer bestaat. 2. RBC Roosendaal, een club die ook niet meer bestaat. Of 3. Sparta Rotterdam. Bestaat nog wel, maar vraag goed hoe. Lange tafel was ik de voetbalkenner van ADO Den Haag 2015 in. Daar komt hij. Halfzet 24. Waar is dat? Daar! Kom naar voren! Jack, een vroegertje in het Kyocera Stadion. Nou, kun je wel zeggen. Ik moest vanmorgen om 5:30 mijn bed uit en ik was om 7:00 hier in Den Haag. Wat heb je met ADO Den Haag? Ik hou van voetbal. Ik roep altijd jongens, ik ben voor Ajax, maar ik ben niet tegen Feyenoord, Sparta, ADO, Twente. Ik vind voetbal leuk en ADO is echt een volksclub. En dat vind ik wel leuk aan Den Haag. Ja, je begint vertel, je hebt wat met Henk Bres. Ja, ik ken Henk Bres al ongelooflijk lang. Hij is ook een regelmatig gast geweest in mijn programma's en één keer per jaar belt hij me. Hij heeft een radioprogramma hier ergens in de omgeving en dan moet ik op nieuwjaarsdag altijd even een praatje doen. En ik kreeg inderdaad een ADO-petje toen mijn zoon net geboren was en die foto heb ik gemaakt en die hangt volgens mij nog steeds bij Henk Bres in de huiskamer. Mijn zoon met een ADO-petje. Je had ook de kleding aangepast, hè? Het is toch een beetje de ADO-kleuren denk ik. Dit zijn absolute ADO-kleuren en dan ook nog van kunstgras gemaakt, dus dan kun je niet meer stuk volgens mij hier. Bij de derde vraag was al een stukje hilariteit. Er was een vraag over bij Martin Jol. Ja, Martin Jol is natuurlijk bij Ajax in 2010 eruit gegaan door Johan Cruijff, door de revolutie. Maar die Martin Jol die heeft bij Bayern München gevoetbald in de afscheidswedstrijd van Cruijff, die met 8-0 door Ajax verloren werd. Volgens mij heeft Cruijff altijd dwars gestreden dat Jol daar zat. Daar moest je ook weg daar. ik denk altijd dat die hele revolutie geweest is om Jol daar weg te krijgen. Er was ook een aardige vraag over Heini Otto. Die heeft 1 interland gespeeld, maar er zit een klein verhaaltje eraan vast. Ja, Heini Otto die bracht onder andere Jongbloed naar Schiphol. Die moest met Nederland zelf tegen Joegoslavië voetballen.
Maar op Schiphol aangekomen bleek Van Aanegem afgebeld te hebben. En toen heeft Knobel gezegd tegen Reinie Otto, haal jij even snel je spullen thuis. Dat was, die woonde in Amsterdam toen. En dan kun je mee. Nou, die heeft dat gedaan, die is meegegaan. Die is nog ingevallen, ook in de 71ste minuut. En Nederland verloor die wedstrijd wel met 3-0. Ja, ik heb wel begrepen dat hij nog nooit zo snel dat afstandje afgelegd tussen Amsterdam en Schiphol. Hij heeft in heel hoog tempo heeft hij dat gedaan. En toevallig sprak ik hem inderdaad gisteren bij Ajax. Ik zei, nou, ik ben morgen bij ADO, ga ik een quiz doen. Je komt erin voor. En dat vond hij toch wel heel erg leuk dat hij zo nog hier bij ADO herinnerd wordt. Je zei het al wat met voetbal, ook de quiz Koning Voetbal. Ja. Iedereen vindt dat leuk, dat merk je hier ook op de vroege ochtend, 8 uur. Men zit gewoon lekker te quizzen. Mensen vinden quizzen leuk, ze doen het ook veel in kroegen. Mensen die, er worden voetbalquizzen in kroegen gehouden, maar ook algemene quizzen. Met een groepje, het leukste is natuurlijk dat je met een groepje aan tafel zit, een kleine discussie. En, ja, op de een of andere manier, mensen vinden quizzen leuk. Ik doe het met mijn vrienden, ga ik al 35 jaar naar Terschelling, een Oerolfestival. En ook daar doe ik elk jaar één avond lang een quiz. En die vrienden vinden dat, ze zijn maar met z'n vijf, vinden het nog steeds leuk om de quiz weer te doen. Wat vond je het niveau van de kennisniveau van de mensen? Ik vond het, en dat meen ik echt, opvallend hoog. Want degene die het samen heeft gesteld is iemand van Infostrade, die ook voor Voetbal Insight werkt en Voetbal International. En daar zei ik 2 dagen geleden nog tegen, ik vind de vraag wel een beetje erg moeilijk. Het bleek ongelooflijk veel goede antwoorden gegeven te worden. Dus, ja, een hoge voetbalkennis hier. Ja, het blijven zakenmensen. Weet gelijk gevraagd, wat is de prijs? Ja, het zijn natuurlijk zakenmensen. Er wordt genetwerkt. Maar dat vind ik ook wel heel erg leuk. Je ziet, het is gewoon, ja, die mensen hebben er ook zin in. Want ik moet ook 's morgens vroeg hierheen. En na de quiz hebben we ook nog even getest of de kennis was blijven hangen bij een aantal businessleden. Bart, FC Den Haag was niet de eerste betaald voetbalclub van de toenmalige hoofdtrainer Co Adriaanse. Nee. Bij welke club was hij daarvoor trainer? Die mag kiezen tussen Wageningen, Pek Zwolle of FC Utrecht. Dat was Pek Zwolle, die hadden we goed. Dat weet ik zeker. Jacqueline, in welk jaar werd het stadion, het Kyocera Stadion van ADO Den Haag geopend? Was dat 2005, 2006 of 2007? 2007. Wist je dat zo? Ja, dat wist ik. Je had ook wel in een groep die ook heel erg veel wist. De winnaars. Ja, ja, alle mannen wisten heel veel. Wat hebben jullie gewonnen? Plaatsje in de wedstrijd. Op het veld. Begrepen op de middenstip zelfs. We gaan het zien, de wedstrijd tegen Heracles, hè? Ja, klopt. Leon, wat was de laatste club van Sjaak Polak in het Nederlands betaalde voetbal? RBC. RBC. Hoeven ze allemaal niet eens meer op te noemen? Nee, die anderen hoeven niet op te noemen. RBC, Sjaak, ja. Je hebt dat gehoord, maar wist je het ook? Ja, ik wist bijna alles. Ik ben 60 geworden, geloof ik. Voor de gein. Maar ik had een tafel. De een wist wel wat, de ander wist helemaal niks. Maar het was gezellig en daar gaat het toch om. En dat quizje hebt de vroege morgen? Is hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke leuk. En je ontmoet zoveel andere mensen weer. Ik vind het heel leuk. Goed initiatief. ADO's shirtsponsor Basic Fit opent op dinsdag 10 maart alweer de 6e vestiging in de regio Den Haag. En de officiële handeling werd verricht door Henk Vrezer met zijn captain Roland Alberg. Maar ook de complete selectie was bijna aanwezig en dat betekende voor de jeugd een geweldige meet and greet. We hadden ook nog wat gesprekjes, onder andere met Peter Berg, commercieel manager van ADO Den Haag, Chris van der Zwet, dat is de clustermanager van Basic Fit, en met speler Timothy de Rijk. En met hem keken we ook nog even vooruit op het duel van komende zondag tegen Heracles. Basic Fit Center, ADO Den Haag mag niet ontbreken. Nee, zeker niet. Kijk, Basic Fit is onze belangrijkste partner. Inmiddels na bijna 120 vestigingen in Nederland. Waarvan deze, je ziet het, volgens mij een van de mooiste is. Oké, de nieuwste dus. Maar hier mogen we zeker niet ontbreken als ADO zijnde. En dan is het natuurlijk hartstikke leuk als het volledige, voltallige selectie hier aanwezig is. Ja, want de selectie begrijpt heel goed hoe belangrijk een hoofdsponsor is.
Ja, gelukkig wel. Kijk, uiteindelijk hebben we het van onze sponsoren nodig. En ook zij weten dat als wij geen sponsoren hebben zoals Basic Fit, dat zij uiteindelijk niet meer op het veld staan. Dus nee, dat begrijpen ze gelukkig heel goed. En je ziet met hoeveel enthousiasme ze hier staan en handtekeningen uitdelen, op de foto gaan en in het wild met mensen tegemoet komen. Het is een meet and greet, over belangstelling niet te klagen. Nee, je ziet het. Volgens mij lopen hier, ik had net even gekeken, meer dan 150 man, vrouw, kinderen rond. Dus hartstikke leuk joh. Tussendoor zijn er nog allerlei mensen aan het sporten. Ja, dat vind ik helemaal leuk. Ze hebben het niet gecommuniceerd, begreep ik ook. Maar nee, je ziet, volgens mij heeft er niemand bezwaar tegen. En ik denk dat iedereen wel zoiets heeft, joh, hartstikke leuk. En volgens mij stoort het ook niet zo heel erg veel. Dus. Chris, alweer een opening van een Basic Fit hier in Den Haag. Ja, alweer de zesde op dit moment. Voorburg meegenomen, alweer de zesde club op dit moment in Den Haag. Dat is fantastisch. Ja, als dan zo'n opening is, ja, dan mag Adel Den Haag natuurlijk niet ontbreken. Nee, ja, goed. In dat opzicht fantastisch dat ze er zijn. Zeker voor de mensen hebben we eigenlijk via de site hebben zich kunnen opgeven voor meet and greet. En om dan te zien dat er zoveel mensen op afkomen en dat al de spelers hier zijn van Adel Den Haag. Is fantastisch, hartstikke leuk. Ik heb begrepen, er mochten er 100 bij, maar ik denk dat het wat meer zijn. Laten we er 100 en een plusje van maken. Jazeker. Ja, het was, we hadden er ongeveer 50 verwacht. Met aanhang ga je misschien richting 7500. Maar om dan te zien dat er zoveel mensen op afkomen, ja, is leuk. Absoluut. Prachtige mooie vestiging hier ook. Hè. Wat mij opvalt, enorm veel parkeerruimte. Gratis parkeerruimte zelfs. Dus ideaal voor de mensen gelegen om met de auto eventueel naartoe te komen indien ze dat, willen. Genoeg ruimte voor de club, genoeg toestellen om gebruik van te maken. Dus we kunnen aardig wat leden kwijt in de club. Dus ideaal. Ook leuk dat Adel Den Haag met zo'n grote groep spelers is gekomen voor zo'n event. Ja, absoluut. Ja, absoluut. We zagen elkaar net al eventjes beneden. En dan is het toch ook wel, ik ben zelf een voetballer al vanaf kleins af aan. Het is toch leuk om te zien dat al die gasten hier zijn. En dat ze even, even tijd willen vrijmaken om hier aanwezig te zijn. Stop. Timothy, even weg van het voetbalveld. Nou ja, het is leuk dat we die opening hier kunnen doen. En, dat we die mensen eigenlijk tevreden kunnen stellen met een paar handtekeningen, een paar fotootjes. Als je een paar, dan kom je nog wel op af op zo'n opening. Nee, ja, dat is leuk. Ja, we doen het eigenlijk voor Basic Fit natuurlijk. En als wij hun daarmee kunnen helpen, waarom niet? Zo'n fitnesscentrum, ja, is voor jullie niet zo nodig, hè, als je zo vaak op het veld staat. Nou ja, wij zitten zelf minimaal 2 keer in het krachtong natuurlijk. Maar om ons fit te houden heb je het sowieso nodig natuurlijk. Maar het is in ieder geval leuk dat er zoveel belangstelling nog steeds voor Adel Den Haag, vooral de jeugd. Hè? Maar het zijn niet alleen de jongeren, ik zie ook veel ouderen die graag met jullie op de foto willen. Ja. Nee, ja, dat is altijd volgens mij bij Adel zo geweest. Zowel de kinderen als de ouderen willen altijd wel even op de foto of een vraagje stellen of een en wat. En dat is eigenlijk wat het zo mooi maakt, ook als speler en als club Den Haag zijn natuurlijk. Goed, even tussenuit, want ja, komende zondag, belangrijke wedstrijd. Ja, zeker. We hadden natuurlijk graag de Heerenveen ook gewonnen. Zat er misschien ook in. Alleen, ik kan niet alles winnen natuurlijk. Maar wij willen absoluut die wedstrijd zondag winnen om het gat eigenlijk groter te houden. Ik denk dat als je wint, dat je inderdaad een enorme stap zet, definitief tegen voorbehoud. Ja, tuurlijk. En dan kun je weer stappen maken van of je wil een paar plaatjes opschuiven. Zo niet, waar ik geen rekening mee hou, moet je weer naar onder kijken, jammer genoeg. Adel Den Haag is de laatste weken weer volop in het nieuws en dat is niet altijd even positief na het opstappen van algemeen directeur Maarten Fontijn. Op dit moment is Jan-Willem Bicht degene die de zaak runt, althans hij neemt de taken van de algemeen directeur waar. Tijd dus voor een uitgebreid gesprek met Jan-Willem Bicht. Jan-Willem Bicht, vorige week woensdag 11 maart kwam er buiten dat Maarten Fontijn opstapte als algemeen directeur. Wanneer kwam dat nieuws tot jou, zeg maar? Nou, kort daarvoor. Op de dinsdag, de 10e of niet? Ja, dan moet ik even in de tijd terug, maar het was voor mij dinsdag de 10e of de maand, nee, de dinsdag, ja. Hoe hoorde jij dat dan? Via de mail of via telefonisch contact met meneer Wang? Ik heb van Maarten de mededeling gekregen en dat is via de mail gegaan. Ik sprak natuurlijk Maarten heel regelmatig. Die mededeling op zich moet natuurlijk als een donderslag bij heldere hemel gekomen zijn. Je hebt het ook totaal niet aanzien komen? Nee, ik heb het niet aanzien komen. Kan je je voorstellen, want er is natuurlijk het een en ander buiten gekomen in de pers, gesproken media en geschreven media, waarom hij dan die beslissing heeft genomen? Kan je iets bij voorstellen? Ja, ik weet niet of dat van belang is. Het is Maarten en Wang zijn niet uit de arbeidsvoorwaarden gekomen. En Maarten heeft daar een conclusie aan verbonden om te vertrekken. En dat vertrek betreur ik als eerste. Op een gegeven moment komt er dan een verklaring op de site van ADO, van Fontijn. Daarna
komt dan een tegenreactie van Wang, een uitgebreid interview, maar dat komt dan niet op het kanaal, op de website van ADO zelf, terwijl meneer Wang is de eigenaar van ADO, maar komt dan via de site van Jan Herman de Bruin de Elf naar buiten. Dat is toch heel vreemd? Ja, dat is ook heel vreemd, maar ik denk dat Wang gewoon in het hele dikke Chinese telefoonboek staat. En jij kan hem ook bellen en je stelt een paar vragen en je giet het in de vorm van een interview en dan is het een interview. Ik kan daar weinig mee. Goed, jij leest uiteraard ook dat interview, heb dat gelezen ook. Dan proef ik toch een beetje van, ja, dit is een ABC'tje tussen Jan Herman de Bruin, Jun Li en meneer Wang. Ja, ik kan geen uitspraak doen over hoe die mannen denken, maar ja, vraag het hen zou ik zeggen. Heb je geen enkele twijfel over de integriteit van dat interview? Ja, nee, niet. Maar wat is twijfel? Ik weet niet of het interview afgenomen is en hoe het tot stand is gekomen. Dus ik kan er geen uitspraak over doen. Even terug naar het begin van deze week. Toen kwam er ook informatie naar buiten dat als zijnde de KNVB zou een onderzoek doen naar het witwassen, mogelijk witwaspraktijk, zeg het voorzichtig bij Adel Daag. Dan hoor je dat. Wat denk je dan bij jezelf? Ja, dat is natuurlijk wel heel triest dat dat geroepen wordt. Kijk, dat de KNVB een onderzoek doet. De KNVB houdt alle clubs in de gaten die een licentie betaald voetbal hebben. En dat ze een onderzoek doen, ik vind het alleen maar prima. En als het onderzoek komt dat er niks aan de hand is, zijn we er van dat gedonder misschien ook af. Ja, en dat dan mensen termen van witwassen gaan gebruiken, en dat is toch wel heel sneu. Ook is naar buiten gekomen dat meneer Wang, ik heb dat overigens nergens gelezen, ook gehoord, dat er 10 miljoen per jaar in Adel Haag geïnvesteerd zou worden. Ik heb altijd bedragen begrepen tussen de 3 en de 4 miljoen. Hoe moet ik dat rijmen dan? Nee, ik doe geen uitspraken over bedragen. Even naar de samenstelling van de Raad van Commissaris. Op dit moment bestaat het uit 3 personen. Het staat statuair ook zeg maar, zodanig als minimum aantal genoemd. Hoeveel leden wil meneer Wang in die RVC hebben? Dat is natuurlijk afhankelijk van hoeveel leden we kunnen vinden die bekwaam zijn en gewend zijn. Maar ik denk dat we terug gaan naar het aantal van 6 van zoals de situatie vroeger was. Er staat een paar aardige namen bij in de oude Raad van Commissarissen. Zijn die mensen nu helemaal uit beeld of is er misschien toch nog een opening bij 1 of 2 van die leden? Nee, voor die mannen ga ik niet praten. Ik zeg, stel die vragen aan hen zelf. Even naar de situatie op het voetbaltechnische vlak dan. Deze maand voor 1 april moeten er opties al niet gelicht worden. Ook het vooruitzicht voor Henk Vrees en zijn man na het nieuwe seizoen moet duidelijk worden. In hoeverre gaat dat vertraging oplopen? Nou, niet. Maarten heeft zijn werk goed gedaan. Dat is in gang gezet en dat pak ik door met de mensen die hier dan wat over te zeggen en te denken hebben. En nogmaals, ik leun zwaar op het managementteam van deze club en dat steekt prima in elkaar. Rob Peppeling zit op dit moment in China. Gaat hij ook nog langs bij Wang en meneer Hong? Hij gaat ongetwijfeld langs bij Wang. Die reis stond al langer gepland. Hij is zaterdag of zondag weer terug. En dat was vooral bedoeld om te kijken hoe naar de voetbalscholen in China. En die afspraak stond al veel langer. Dus ik heb ook geen reden gezien om die te cancelen. De overname heeft op zich natuurlijk heel lang geduurd. Uiteindelijk is dat geld dan overgemaakt. Harde conclusie is nu dat meneer Van der Kallen is er niet slechter van geworden. Laat ik het heel voorzichtig formuleren. ADO zelf op dit moment nog geen cent overgekregen uit China. Hoe gaat dat dan in de toekomst? Is daar zicht op? Binnen welke termijn? Ja, dat wordt allemaal besproken. Maar aan de andere kant, ADO draait op zich prima nu. Met of zonder Chinees geld. We gaan weer een mooi jaar tegemoet financieel. We schrijven zwarte cijfers voor het vierde jaar op rij. En dat kunnen niet alle clubs zeggen in de Eredivisie. Sportief krabbelen we ook overeind, dus eigenlijk gaat de club heel goed. En ja, wat China gaat doen, zal een meerwaarde zijn voor de club. Maar goed, er zijn ambities natuurlijk, ook richting het nieuwe seizoen. De huidige begroting ligt rond de 14 miljoen. Wang wil met deze club vooruit, dus er zal geïnvesteerd moeten worden. In hoeverre ben je daar heilig van overtuigd dat dat ook inderdaad gaat gebeuren? Na een begroting van pakweg 20, 22 miljoen. Ja, dat heilig overtuigd weet ik niet. We gaan dat meemaken. Er wordt nu druk over gesproken wat ambities zullen zijn voor de nabije en verre toekomst. Ook de technische staf zal ongetwijfeld willen weten waar ze aan toe zijn. Zeker met het oog op nieuwe spelers. Mensen die afscheid moeten nemen en dergelijke. Heb jij inmiddels al contact gehad met Henk Vrees en zijn mannen over het nieuwe seizoen? Want ik proef toch ook een beetje bij Henk een beetje twijfel richting het nieuwe seizoen. Ja, het is zaak dat ook naar hen toe duidelijkheid komt met welk budget ze kunnen werken voor het seizoen. Heeft Henk al aangegeven dat hij binnenkort een keer om de tafel gaat zitten om te praten over dat nieuwe seizoen? Ik spreek Henk regelmatig, zoals ik met alle mensen binnen de club regelmatig spreek. Afrondend, men zegt in de wandelgangen, ja, het is een soap. Zie je dat zelf ook als een soap of niet? Nou ja, dat kan ik weinig. Ik zie het niet als een soap. Er is een directeur vertrokken. Daar heeft ADO ruim ervaring mee met vertrekkende directeur. En ADO blijft ADO met of zonder Maarten. ADO draait gewoon door. Even naar de positie van de algemeen directeur. Wanneer moet die wat jou betreft vervuld zijn? Zo snel mogelijk. En wat zo snel mogelijk? Ik hoorde net een termijn van half april.
Dat zou mooi zijn. Er staat een vergadering gepland van de aandeelhouders en van de Raad van Commissarissen. En in die vergaderingen zou het geregeld moeten worden. Dus als dat is ook het streven om het dan rond te hebben. Er circuleren ook met name uit het verleden, met name Robert Langebach. Die heeft het 6 jaar volgehouden. En ik moet zeggen, gewoon goed in die periode. Is dat kandidaat nummer 1? 6 jaar is redelijk lang voor een directeur bij aandeel. Dat is zeker, ja. Maar ik doe over namen geen uitspraken. Ken je Robert overigens of niet? Nee, ik ken hem niet. Nee. Althans, ik ken niet zijn functioneren van die periode. Heb je al inmiddels een gesprek met hem gehad? Want dat circuleert ook dat gesprek al geplaatstgevonden zou hebben. Nee, daar doe ik geen uitspraak over. Tot slot, aanstaande zondag tegen Heracles. Als de 3 punten gehaald worden, dan valt er een last van je schouder? Dat is een belangrijke last die dan inderdaad van de schouders van heel veel mensen die Adem warm hart toedragen zal vallen. En met Jan-Willem Wicht zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Adem naar meer dan voetbal. Dank voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, de Nederlandse Sportboekenclub, Alba Sign en Asta Casino.